Ik ben Lara. Ik ben Dante. En wij hebben van twee schaakspellen een nieuw schaakspel bedacht. Nou, maar het is niet zo dat je twee zetten mag zetten? Nee. Het is gewoon met dezelfde regels als het gewone schaakspel. En je hebt twee koningen, dus je moet twee keer mat gezet worden. Voordat je bonnen hebt. Heeft het spel ook een naam eigenlijk? Nee. Dubbele schaak. Dubbel schaak. Ja, zo kunnen we het doen. Ja, het kan in ieder geval de werktitel zijn. Ik had het later nog een echte titel bedenken. Ja? Nou, doe eens een paar zetten dan. Wit begint. En de stukken zijn die... Dan mag je zelf weten waar je stukken neerzet, net als bij Stratego of zo. Nee, het is gewoon met regel van gewoon schaakspel. De pion slaat alleen. Ja, maar ik zie bijvoorbeeld de loper op A1 staan. Ja, je mag wel je stukken zelf bepalen. En het is niet hetzelfde. Nee. Ja, oké, maar wel de pionnen voor de... Ja, de pionnen moeten helemaal vooraan. Okay. Ja, ik ben benieuwd. Dit is een leuke afwisseling voor gewoon schaken. Dat is niet. Is even een stuk weg, of niet? Ja, nou ja. Je had hem ook terug kunnen houden, toch? Ja, maar hij heeft nog drie paarden over. Ja, je hebt... Oh, jij kijkt niet op een paard. Ja. Nou, het is prachtig.